Moest er nu zo iemand komen met nog zo'n kleine snottenbel, dan denk ik toch dat je zo... Een scheiding is zoveel meer dan gewoon je ouders gaan uit elkaar. Oei, maar papa, dat gaat kei lang duren voordat jij iemand gaat vinden. Hey, ik ben Emma en dit is Split. In deze podcast babbel ik met kinderen van gescheiden ouders of ouders die gesplit zijn. En in deze aflevering hoef ik niet veel introductie te geven, denk ik. Ik zit hier met Sita en met Berre. Hey jongens. Hi. Dank je om hier te zijn. Zeker. Ja, leuk om hier te zijn. Ja, we gaan het dus een beetje hebben over gescheiden ouders. Hoe is de situatie nu voor jullie, heel kort? Mijn ouders zijn gescheiden nu ongeveer 4 jaar, denk ik. Die zijn gescheiden omdat het gewoon niet meer ging of zo in de relatie. Dus eigenlijk best chill. En nu is ook alles op zijn plaats wel gevallen ondertussen. En zijn wij allemaal oké. En jullie hebben even co-ouderschap gedaan? Ja. Wij hebben lang week gedaan tijdens school. Voor de structuur was dat ook het beste voor ons. En nu ben ik klaar met school. Dus nu sta ik eerder zo waar ik wil of zo. Ja. All right. En bij jou, Berre? Bij mij zijn ze al 10 jaar gescheiden. Dus ik ben daar wel al gewoon aan geworden. Mm. Maar dat is wel iets wat er altijd zo ongoing is gebleven. Zelf tot nu toe. Buiten dat ik dan gewoon ben aan het feit dat ze gescheiden zijn, blijven er wel altijd nieuwe dingen opduiken. En hebben jullie ooit co-ouderschap gedaan? Dat heeft een tijd geduurd voordat dat kon. Maar dan is het eigenlijk om de 2 weken een weekend geworden. Okay. Dus nooit echt week of zo. Dat je naar je papa naar mijn papa ging, ja. En dan was dat verliesje maken voor het weekend. Ja. Maandag kwam ik terug. In het ouderlijke huis. Of ja, in mijn mama huis nu. En hoe was die regeling voor jou in het begin zitten? Vond je dat lastig te veranderen? Ja, ik vond het moeilijkste dat ik mijn ouders eigenlijk moest missen een week. Dat vond ik het moeilijkste. Ik had ook nog geen rijbewijs of zo. Dus dan is dat ook minder vanzelfsprekend om een keer rap langs te gaan bij de anderen of zo. En bijvoorbeeld als mijn papa of mijn mama mij dan afzetten bij de een bij de ander, dan moest ik soms wel echt huilen. Zo. Dat had ik altijd. Omdat je net ook gewend bent aan de ene ouder. Ja. En net als je gewend bent, moet je wisselen. Ga je die ouder gewoon keihard missen. En ik weet zo bijvoorbeeld, mijn papa, als wij van school kwamen, dat was altijd zo, en hoe was je dag op school? Dan denk ik, ja, wat denk je nu zelf? Ja, saai. Allee, zo kende het zo. En dan ineens miste ik dat domme gesprekje. En dan na school stuurde ik automatisch direct van, hey papa, vandaag had ik een 17 op 20 op mijn toets of zo. Ik zeg maar iets. En dan merkte ik zelf dat ik dat wel heel erg miste of zo. Dus ja. En Berre, je hebt, als ik mij niet vergis, 2 zussen en een broer. Klopt, ja. Herinneren jullie nog het gesprek dat jullie ouders met jullie hebben gehad, waarbij ze dat zo vertelden? Van, kijk, dit is, of is dat gesprek er niet geweest misschien? Bij mij was dat wat anders, omdat ik had het per ongeluk gehoord. Omdat ik was in de nacht naar de wc geweest of zo en ik hoorde hem praten over zware dingen. Maar ik was op de trap blijven luisteren van boven. En ik had eigenlijk niet direct door dat het ging over een scheiding. Maar dan begon ik wel te wenen, omdat ik zoiets had van oei, ze zijn hier ruzie aan het maken. Maar zij dachten natuurlijk dat ik alles had gehoord. Oh, nee. Dus zijn ze dat wel bij mij op de kamer komen uitleggen. Maar omdat wij net in een examenperiode zaten, was dat een beetje moeilijk om direct aan de anderen uit te leggen. Ze hebben dan wel aan mijn grote zus het uitgelegd, waardoor ik sowieso iemand had om over te praten. Ja. En vanaf dat die examens gedaan waren, wist de rest het ook wel. Het lijkt me wel zo vervelend om dat als enige te weten. Ja, vooral ook... Zeker de manier op een waarop leeftijd, dat je dat weten komt. Wat is deze? En vooral ook, ik was 12, dus ik ging dat allemaal vertellen aan school, aan mijn vriendjes. Ik had dat dan verteld en een week later maakte die daar een mop over. Je bent jong... Je weet niet welke impact dat heeft. En het enige wat je doet in de pauze is tegen elkaar schenen trappen. Maar dat was moeilijk om daarover te praten met mijn vrienden, maar ik weet wel thuis dat daarover gepraat werd. En ook dingen die we moeilijker durfden vragen aan hun, want dat is natuurlijk moeilijk om zo echt gerichte vragen te stellen. Stond er wel op de tafel een soort brievenbus, waar we dan als we een vraag hadden, een kaartje en dan dat erin. Amai, dat is keigoed. En dan werden die vragen zo beantwoord, anoniem. Waarschijnlijk wisten ze wel aan mijn dedekjesschrift dat ik het was. Ja. Berre heeft ooit een kaartje voor mij geschreven en die begon gewoon met Sita en iemand anders heeft gewoon de rest moeten schrijven. Echt, dat is zo'n vreselijke schrift? Ik schrijf echt nog als een 12-jarige, als het niet erger is. Dat is echt een 8-jarige. Ik wil dat straks zien. En je kon er sowieso met je broers en zussen wel over. Ja, natuurlijk. Misschien net makkelijker met mijn zus, omdat die iets ouder was. Ja, je zit daar allemaal samen in, maar je beleeft dat allemaal op een totaal andere manier. Je vindt het allemaal verschrikkelijk. Ik denk dat niemand van ons zoiets had van, nice. Vooral omdat we dat totaal niet zagen aankomen. En niet zo van, ze zijn veel ruzie aan het maken, wereldruzie. Want ze deden dat echt wel
zonder dat wij het wisten of zo. Mm-hmm. Maar daardoor dat zo extra... Raar was het daar ineens. Ja, ja, maar op bepaalde momenten maakte dat ook wel moeilijk of zo. Omdat je daar allemaal zo anders in staat. Tita, hoe was dat bij jou? Wat was de initiële vraag? De initiële vraag. Dat het gesprek was. Ja, hoe dat, dat ze dat het hebben aangekaart. Dat weet ik eigenlijk niet meer zo goed. Ik ben nu echt aan het denken. Zaten jullie samen aan tafel? Ja, of zo? Dat zal zoiets zijn geweest. Ik weet wel dat we een paar gesprekken zo aan tafel hebben gehad daarover. Hetgene wat mij wel nog enorm is bijgebleven, want dat is natuurlijk wel ook heel moeilijk in onze positie als gezin, is dat je toch weet dat je op een bepaald moment dat met heel België moet delen of zo. En ik weet wel nog heel goed, op het moment dat mijn ouders op die Instagram-knop gingen duwen van delen, bericht delen, om dat te aan zeggen, te kondigen, dat ze uit elkaar gingen na 17 jaar. Dus dat weet ik wel nog heel goed. En dat was echt blijding bij iedereen. Omdat je dan weet van, nu kun je niet meer terug, nu is echt. En je krijgt 100.000 berichten en iedereen gaat beginnen bellen en morgen staat het overal. En dat was wel zo'n moment dat ik weet van, dat wel even heftig was. Maar echt zo het gesprek daar rond, dat weet ik eigenlijk niet meer. En wat was je gevoel erbij toen het wel duidelijk werd dat ze uit elkaar gingen? Ik had dat wel al lang gezien, ook al zeiden zij daar niet zoveel over. Met papa heb ik daar wel heel veel gesprek over gehad en ik heb daar wel vrede mee kunnen sluiten. Heb je ooit gehoopt dat dat terug goed kwam? Ja, ergens wel. Omdat ik heb een periode wel heel moeilijk gehad met mezelf. En dan weet ik dat ik soms moest kiezen tussen van bij wie wil ik nu zijn, bij mijn mama of bij mijn papa. En dan had ik het wel heel lastig. En dan dacht ik, moesten zij nu gewoon nog samen zijn? Dat zou toch top zijn. En dan heb ik dat wel zo'n paar keer gehoopt of zo. Maar als ik realistisch en neutraal ben, dan weet ik dat dat beter is. Ja. En bij jou? Voor mij bleef die hoop vooral omdat dat was een tijdje nog niet zo officieel, maar mijn pa was een tijd op zoek naar een appartement en dan woonde die een tijdje bij zijn broer of dan verbleef die daar, waardoor dat als er nog iets was van, het kan misschien altijd, komt dat wel nog terug goed. Ik ben nu zo gewoon aan hoe dat het nu is, dat het voor mij echt super raar zou zijn, moest dat nu opeens terug goed komen. Nee, ik ben ook zo van, ik vind het super tof dat mijn ouders terug super goed overeenkomen en dat wij allemaal leuke dingen kunnen doen samen of zo. Mm-hmm. En dat die op dezelfde plek kunnen zijn en dat gezellig is. Mm-hmm. Ook zo de partners dat erbij zijn gekomen along the way, ik zie die ook echt als deel van mijn familie. Ik zie mijn leven niet meer zonder die mensen ook niet. Hoe was dat bij jullie de eerste keer dat er zo een nieuwe partner in de picture kwam? Ja, bij mij heeft mijn mama best snel na mijn papa een nieuwe vriend gehad. En ik had zo een heel stereotyp beeld in mijn hoofd van de sprookjes met de boze stiefmoeders en vaders. En ik dacht, oh my god. En vooral had ik zoiets van, die moet niet denken dat hij zo'n vaderrol over mij heeft. Of, zo. Of dat hij iets heeft te zeggen, want mijn papa is mijn papa en niemand anders. Ja. En ik kwam binnen. En dat is een Antwerpenaar. En die was echt zo... Ah, matje, visje, hey. Hoe is Maat? En ik zo... Hallo, hey. Ik hoor die nu ook nog altijd. Dus dat is wel voor mij... Is hij echt... Ik kon geen betere persoon krijgen dan hem om eigenlijk dat beeld een beetje te doorprikken van mij. Mm. Want het kan allemaal wel heel chill zijn. En bij u zijn er al wat... Ja, ik ben... Ik weet de eerste keer dat ik daar... Dat ik dan de vriendin van mijn... papa ging ontmoeten. En ik denk niet dat er toen iemand anders daar was. Ik denk dat dat een weekend was dat we gewoon met mijn mama waren. Dus had ik een vriend meegenomen naar daar. Om zo niet alleen daar te zijn. En, bij mij was dat ook zo. Ja, ik had ook iemand anders meegenomen. Echt? Maar alleen? Maar ik durfde echt niet alleen toe. Ja, ik vond dat ook heel eng. Want je hebt geen idee hoe dat die is. En inderdaad, zo het enge beeld van... En die vriend hebben we niet. Wat moeten die dan denken van... Ah, we gaan er even een nieuwe partner van. Ja, het ding is, wij waren ook wel zo redelijk snel. Want wij gingen altijd gewoon zo in mijn kamer chillen. Tijdens de pauze. Dus dat was ook zo niet het idee van we gaan elkaar leren kennen en samen iets eten, want het was toch kort. Voilà. Ja, dus ik kwam naartoe in dat tuintje en ze... Ah, hallo. En zo, ja, ongemakkelijk. Een beetje ongemakkelijk, maar op zich ook wel chill of zo. En ik kan me niet perfect herinneren hoe dat dan geëvolueerd is, maar ik kom daar wel goed mee overeen en dat is chill. En dat is inderdaad niet de angst die je hebt van stiefmoeder en die gaat die rol willen proberen maar overnemen. Hoe oud was je toen dat hij in de picture kwam? 14, 15 ja, of zo. Ja,
Ik denk zoiets. Ja, maar 14, ik was 5 toen dat zo partners erbij kwamen. Ja, dus ik dat heb is zo... wel even anders. Ja, dat zijn echt ouders geweest. Maar herinnert jij je dat je dat ooit hebt beseft, dat dat toch iemand nieuw of anders was dan je ouders? Jawel, maar ik herinner me dus totaal niet... Ik heb daar eigenlijk gisteren net met mijn papa over gebabbeld, want ik wist dat eigenlijk totaal niet. Maar ik herinner me geen gesprek van dat ze dat vertelden aan ons. Dat is er blijkbaar wel geweest. Ik moet dan blijkbaar gezegd hebben tegen mijn papa... Oei, mijn papa... Dat gaat kei lang duren voordat jij iemand gaat vinden. Ik weet ook niet waarom dat je dat gezegd. Alleszins een paar jaar later of zo. Een jaar later was er dan wel dus Heidi. En dat is nu nog altijd mijn stiefmama. Die zijn getrouwd ondertussen al 17 jaar. Dus dat is kei leuk. En zij had ook 2 kinderen. Ja, we hadden er ineens gewoon een extra broer en zus bij. En dat was super tof. En dan langs mijn mama haar kant, die had dan ook heel snel een nieuwe vriend. Wij noemen die nu Papsi. Oh, dat is leuk. Maar Wim noemt die dus. En die is ook tot mijn 18 in mijn leven gebleven. Dus dat zijn wel 2 mensen dat mij extra mee hebben opgevoed. Ik weet ook dat ik bepaalde dingen van Heidi heb en bepaalde dingen van Papsi heb. Ook al is dat geen bloedband, is dat wel, zijn dat mensen die mij wel mee hebben gevoeld. Ja, en ik vind dat wel echt keileuk. En met zo'n kinderen, je wordt er echt chill mee. Ik heb daar echt bang voor. Ik denk, moest er nu zo iemand komen met nog zo'n kleine snottenbel, dan denk ik toch dat je zo... Gelukkig is dat nog niet... Ja, soms is het wel ingewikkeld, want je wilt u vaak letterlijk in 2 splitten wanneer dat het tot ouders komt. Hebben jullie soms het gevoel gehad dat jullie ouders hebben moeten troosten of ergens verantwoordelijk waren of zo? Qua troosten of zo, ik denk met ouder te worden, dat we daar wel meer verantwoordelijkheid hebben in gekregen. En dat je ook echt wel in gesprek gaat over dingen waarmee je als 13-jarige niet in gesprek gaat. Misschien wel dingen zoals, de typische, maar dat is een klusje voor mannen. Ken je zo, de lichten vervangen en er is iets kapot aan de wifi. Ga eens even kijken, Berre. Ja, ga even kijken. Bij mij ook. Ik heb daar ook geen extra last meer of zo voor moeten dragen. En ik weet sowieso dat zij altijd kijken naar hoe dat wij ons voelen. Dus ik weet wel, ik kon altijd bij hun terecht. Ik voelde mij niet een extra last als ik met problemen zat of als ik mezelf niet goed voelde. Ik ben wel iemand, als ik het wil zeggen, dan zeg ik het wel. Ja. Dus ik zou nooit het gevoel opkroppen dat je echt mega hard bij je ouders zou kunnen blijven terecht. Ja, dat sowieso. Dat echt wel. Ja. Jij ook? Ja, dat is niet zo makkelijk om te zeggen van oké, dat is zeg maar, als ik daar dan met vrienden over praat, van dat was nu even kut. Je gewint daar wel aan, maar een scheiding is zoveel meer dan gewoon je ouders gaan uit elkaar. Daar het is alles wat erna partner, komt. Hè? En dat kan om de 5 jaar een nieuwe partner zijn. Ja, of dingen die ineens terug boven komen drijven, dingen die ineens te weten komen. Ja, van exact. Zo zat dus het dat kan zo, zijn dat een scheiding kan 20 jaar duren, de scheiding kan 5 jaar duren. Dus voor mij is dat nog niet volledig afgesloten op een bepaalde manier. Ja. Ik denk dat er altijd een deel gaat blijven. Maar ik was aan het denken van eigenlijk zo veel verschillen in wat ik moest doen in huis is er niet echt, maar wel veel verschillen over hoe ik nadenk. Zeker als ik ook aan het praten ben met iemand, zeg maar mijn vrienden of zo, en ik ben daar persoonlijke dingen tegen aan het vertellen en de volgende dag vraagt hij opnieuw, chill, en de volgende dag dan denk ik, oh... Te veel. En dan neem ik afstand. Too much, too soon. Maar ik weet dus niet, ik denk dat dat een samenloop zal zijn van dingen of zo. En dat dat niet gewoon is omdat mijn ouders gescheiden zijn. Dus natuurlijk, elke break-up zal daar ook wel iets mee te maken hebben. Maar bij mij heeft dat ook wel dingen veranderd. Hè? Maar dat is een feit. Hè? Dus, en dat is ook helemaal oké. Hè? Ik merk dat bij mezelf ook. Hoor, dat er bepaalde manieren zijn dat ik anders naar dingen kijk. Of, als je er nu zo op terugkijkt, zijn er verschillen in je kijk op de scheiding toen? Ik kijk daar wel anders naar, maar dat is ook denk ik met de leeftijd. Zeg maar. Als ik eeuwig 12 was geweest, dan had ik misschien nog altijd boos geweest. Ja, of nog altijd verontwaardigd en triestig. Terwijl nu kan ik zo wel, zeker, je maakt zelf ook dingen mee. Je gaat zelf ook in een relatie. Nou, niet iedereen, maar ik wel. Moet ik toch nog break-up songs kunnen schrijven? Dat is alleen... Maar dus, is dat de reden dat je relaties hebt? Ja, nee, dat is waar. Maar dus ik kan beter daarin komen of zo. Ik kan beter zien van, ik voel nu ook... Ik kan kei verliefd zijn op iemand. En dan opeens een jaar later zo van... Oh, fuck, maar ik ben helemaal niet verliefd. Ja. Door zelf dingen mee te maken, heb ik misschien beter begrepen van... Beter geplaatst. Ja. Dat kan gewoon. Heb je al zo eens nummers geschreven? Of dat zijn heel, heel, heel persoonlijke verhalen die ik nooit de buitenwereld zou willen insturen. En die voor mij wel heel hard hebben geholpen van... ik moet dat van mij afschrijven. Ik zit daarmee. En dat gaat dan over 2 jaar geleden of zo. En dan schrijf ik daar een nummer over... En dan heb ik wel de ballen om dat aan die persoon te laten horen, ondanks dat dat... Als die nu mama of je papa? Ja,
Ja. Dus, maar dat is ook altijd heel spannend of zo. Maar ergens kan ik gevoelens en hoe dat ik me daarover voel veel beter beschrijven in muziek. En dat is misschien zoiets typisch om te zeggen als artiest. Maar dat is ook echt wel... Maar dat is wel mooi als je dat zo een plaats kunt geven. Ik zie dat ook bij mijn papa. Mijn papa heeft dat ook gedaan. En ja, ik weet dat echt dat hij in zijn bed ligt en dat hij in zijn notities... Dat hij dingen opschrijft en dingen opschrijft waar je over denkt. En daar zijn vaak de mooiste, maar ook persoonlijkste dingen wel. Hè? Ja. Ik heb één song dat ik wel live speel, dat daarover gaat. En de tekst die ik daarbij zeg op een optreden. Nu wil ik dat echt weten. Maar een tijdje geleden was er een kat van mij weggelopen en ik wist niet waar naartoe. En dat gebeurde en de dag erna moest ik naar Finland. Ging ik daar schrijven. Dus ik kwam naartoe en zo de eerste schrijfsessie. Ook over wat wilt je schrijven? Ik zeg ja, mijn kat is weggelopen. En dan is het eigenlijk naar een heel persoonlijk verhaal gegaan. En dan heb ik eigenlijk een hele situatie uitgelegd aan de hand van mijn kat, die was weggelopen, maar dezelfde gevoelens. Een beetje als metafoor gebruikt. Ja, om... Dus ik vertel bij live shows, maar nu weet iedereen het. Over mij. Sorry. Actually, about the divorce of my parents. Maar dat gaat dus over iets heel persoonlijk inderdaad, in de scheiding van mijn ouders. Maar, en toch, toen ik dat op podium zo dacht ik van, deze gaat over mijn kat. En ik heb dat heel de zomer gezegd. Gaat over mijn dikke zwarte kat die is weggelopen. En ja. Ik weet niet, ik vind dat heel moeilijk om dat... Ik kan daar een nummer over schrijven. En ik weet de eerste keer dat ik dat heb gedaan. Ik keihard zitten wenen in een studio. Super gênant, want je kent die mensen meestal maar een uur. Maar dat was net minder erg. Ja, dus dat was wel gewoon echt zo'n nummer waarin je ook hoorde dat keihard aan het blijten was. En dan nu de tweede keer. En ik wou die zo graag live spelen. Maar ik had dus niet, ergens niet, buiten nu dan. Maar ik had toen op podium niet de ballen om daarop in te gaan. En te zeggen, nee, deze gaat over dat. Dus maar bij deze. Je weet iedereen het. Nog één vraagje. Hebben jullie soms het gevoel dat jullie met de ene ouder beter kunnen praten over bepaalde zaken dan met de ander? Ja, ik denk gewoon... Bij mij is dat gewoon van dochter en mama en dochter en papa dat je over andere dingen beter kunt praten. Zoals, geef eens voorbeeld. Oh, dat vind ik moeilijk. Met mijn papa praat ik meer over de serious business. Zo. De belangrijke dingen of zo. En de diepere dingen misschien soms meer. En met mijn mama kan ik zo makkelijker over alles praten. Zo. Ja, inderdaad. Skincare. Ik ken dat ook eigenlijk wel. Oh, je papa is wel zo degene die je leert hoe dat je een band moet oppompen en zo. Nee, echt niet. Maar mijn papa is mama ook, of wat? Nee, niemand. Ik kan gewoon geen band oppompen. Oké. Nee, mijn papa is, ik zweer het u, de meest onhandige Harry ever. Die man is, nee. En bij jou? De band is sowieso anders, maar dan nog denk ik inderdaad dat ik bepaalde dingen... Misschien is dat ook wel omdat die band anders is, dat ik bepaalde dingen sneller durf eruit smijten tegen mijn papa of zo. Gelijk dat ik tegen maat dingen zou zeggen. Ja. Dat ik minder snel tegen mijn mama, omdat hij iets meer... Gevoelig. Emotioneler denkt of zo. Terwijl ik dan zo gewoon tegen mijn paaits eruit kan flansen. En die neemt dat niet te persoonlijk op. Nee. Maar ook over zo, domme dingen, hè, dat je doet met vrienden of whatever. Ga ik zo iets voorzichtiger dat ga ik zijn. Dat ga ik eerder zeggen tegen mijn mama dan mijn papa. Dus ik weet niet. Hebben jullie het gevoel dat daar zo wat taboe, misschien is het verkeerde woord, maar zo dat dat een onderwerp is dat niet superveel besproken wordt of zo? Sowieso. Hoe komt dat, denken jullie? Ik denk sowieso, als ik naar mezelf kijk, in de positie waarin ik zit met ons gezin, is dat iets dat gewoon moeilijker over gepraat wordt. Je weet dat je ergens een bepaalde discretie moet houden en dat je niet alles kunt vertellen wat je wilt zeggen. Allee, of je ook moet... met vrienden? Nee, tegen mijn vrienden zeg ik wel alles wat ik wil zeggen. Ik weet dat ik echt overspoeld word van vragen dan en zo. En dat ik dan dacht van wow, maar nee, dat gaat gewoon niet. Dus dan miste ik dat soms wel of zo, dat ik dat niet op een gewoon normale manier kon doen als anderen. Want ik weet dat er dat wel al is gebeurd bij vrienden van mij en dat we daarover praten en dat was geen probleem of zo, snap je? Dat was ook niet raar. Maar het is wel iets wat ik vind van... Dat gebeurt zoveel en zoveel mensen maken dat mee, maar... Ja, je praat er misschien wel over met je vrienden en zo, maar... Ik zou het inderdaad geen taboe noemen, omdat het zo normaal is. Maar misschien wordt het een taboe, omdat je denkt... Ja, maar ja, al mijn vrienden hebben dat ook al gehad. En wel, met de normaliteit ervan maakt het taboe. Omdat het is irrelevant bijna om erover te praten. Ik denk, als ik eerlijk moet zijn, dat dat ook een beetje door de ouders komt of zo. Ik denk dat veel ouders zoiets hebben van...
je moet ook niet alles vertellen over onze privé. Zelfs wat ik kan dat nu zeggen over mijn situatie, maar ik denk dat dat in het algemeen veel gebeurt. Zeker. Dat ligt gevoelig. En misschien dat die zich daar dan ergens ook voor schamen, of dat die zeggen van je moet dat niet te veel aan de grote klok gaan hangen. En... Ja, of dat is gewoon heel confronterend. Ja, ook. Ik denk dat veel ouders ook niet stilstaan hoe hard dat hun best ook hebben gedaan om dat de best mogelijke scheiding te maken. Dat dat wel gewoon hoe dan ook effect heeft op je kind en dat dat iets heel confronterend kan zijn of zo. Ja. Maar, het is sowieso iets moeilijks. Hè? Ja. Maar ik vind het fijn dat wij erover kunnen babbelen. Ja, dat is zo relieving. Zo even. Ja, ik vind dat ook zo te veel gelijkenissen dat er ook gewoon zijn. Zo maar van, dat is echt ondanks zo. Dat elke scheiding anders is, is het wel gewoon zo dat jij zegt dingen dat ik herken, jij zegt dingen dat ik herken. Dus zo. We kunnen er nog veel over babbelen. Ja. Wat denkt u? Nog een uurtje? Nee, maar ik wil jullie heel erg bedanken om hier met mij over te praten. Ik zou graag nog willen afsluiten met een zoete noot. Elke week neem ik iets mee voor mijn gasten om samen te splitten. Zo leuk. En deze week is dat één boule de Berlin. Oh, zalig. Right. Hoe gaan we het doen? Ik zou gewoon graag... Is het gewoon happen? Het is gewoon gaan Oh my god. Oh, dat is zalig dat er zo wat uitloopt. Eet jullie dat graag? Ja, ik eet dat graag. Ik eet niet vaak zoet, maar... Ik ook niet, maar als ik dan eet, iets voorgeschoten heb, dan denk ik wel... Zoiets staat sowieso op mijn lijstje. Als ik naar de bakker zou gaan, is sowieso Ja, maar bij mij is het lekker. Zullen we dat onthouden? Ah, echt? Zullen we ooit nog in de ochtend samen elkaar zien? Ik wou zo chingen. Ik heb een mega op de liefde en de toekomst, zou ik zeggen. Ja, goed. Smakelijk. Oh, goed. Wat een mooi einde. Kan je nog praten, Shaggy? Dat is wel een keer.